Dickie Dick en de televisie. Op een dag zat Dickie lekker in zijn huis te chillen toen. Ah, dat moet mijn nieuwe televisie zijn. Hier is je friet vroep, dat is dan 69.420 euro schoenen. Oké, dan maf makkertje. Hij ging hem eventjes installeren, maar toen. Hij ging niet aan. Dickie pikte het niet en chaste terug naar de winkel. Hallo mannetje, waar kan ik u mee helpen? Pijpboom. Wat? Patat. Eventjes later dan weer. Op twee dag zat Dickie lekker in zijn huis te chillen toen hij zich een beetje chagrijnig voelde toen opeens. De lepel ging opeens in de televisie zitten. Dickie vond het allemaal een beetje vreemd, dus hij zette de tv aan. Kijk nou de fliedelfladder, wat is dit nou weer? Hij keek in de gebruiksaanwijzing en hij kwam erachter dat het eigenlijk een magnetron was. Oh. En toen ging hij in een schoen poepen en het doorverkopen op Marktplaats. Einde.